Het sportmerk Rip Curl ontslaat een moeder met één arm en ruilt haar in voor een transgender man. Dat is wat er gebeurde met de Australische surfster Bethany Hamilton. Jarenlang was ze het gezicht van het surfmerk Rip Curl. En Bethany die verloor in 2003 haar arm door een aanval van een haai, maar liet zich daardoor niet afschrikken. Ze werd professioneel surfster en stichtte later ook een mooi gezin. Een vrouw met ballen dus, spreekwoordelijk dan. Maar nu wordt ze dus... Door het woke Ripcurl vervangen door een vrouw met letterlijk ballen. Kort nadat Bethany zich op Twitter terecht uitliet tegen de deelname van transvrouwen, a.k.a. mannen, in de vrouwencompetitie, stopte Ripcurl de samenwerking met Bethany. Even later verscheen een nieuw gezicht op de sociale media van Ripcurl, namelijk transvrouw Sasha Lowerson. Zeg, ligt dat aan mij of lijkt die op uh, Willem de Foe met haar? De transfer hebben transfer werd echter niet met open armen ontvangen. Integendeel zelfs. Zoveel mensen lieten hun ongenoegen weten op sociale media dat Rip Curl de foto's met Lawerson weer verwijderde. Zo zie je maar dat verzet echt werkt. Hou jullie dus nooit in om werkbedrijven op hun plaats te zetten. Hopelijk raakt de moedige Bethany Hamilton snel aan een goede, betere job.